is toch geen 19 maart? Dit lijkt wel poppenkast. Hé, rare dingen doen in dat hokje. Maar ik zeg wat partijen erbij staan die ik helemaal niet ken, klopt dat? En dit zijn, dit zijn Betty en Rita van Plateringen. De tweeling wilde raad in voor het lokale Amersfoort anders. En eenijig als ze zijn, zijn ze al 48 jaar niet of nauwelijks uit elkaar te houden. Wie kwam nou als eerste? Ja, die wist de uitgang te vinden. Ik 10 minuten. Zoeken. Kun je dat merken? Ja. Ja. Oh, even positief graag. Hoe kan je het merken dan? Jij bent bedachtzamer. En dit is het gemeentehuis waarin Amersfoort anders vanaf 19 maart mee wil gaan praten. Nu nog heeft de partij 0 zetels, maar straks wordt het er misschien wel 2 of 3. Zo dames, hier moet het gaan gebeuren, hè? Hier moet het gaan gebeuren, ja. Ja. Graag. Wie gaat er eigenlijk in? Ik mag als nummertje 1. Dus u bent zeker... Dat hoop ik wel. Weet je, er doen een heleboel partijen mee, dus ik hoop dat we echt erin komen. Betty is lijsttrekster. Rita, zij ja, duwt de lijst en zal normaal gesproken alleen met voorkeurstemmen in de raad kunnen komen. Amersfoort anders wil behalve zelf lol maken, de Amersfoorters gelukkiger maken. Hoe maakt u dan mij gelukkig als ik in Amersfoort zou wonen? Door u te betrekken bij de besluitvorming wat u aangaat in uw wijk en uw straat. En als u een idee heeft en u denkt dat is goed voor Amersfoort, klopt u bij ons aan en wij gaan dat meenemen in de raad. Meenemen, maar, meenemen. Maar niet zeker dat het ook gaat lukken. Nee, maar dat is geen enkele partij. Maar hoe bereik je de Amersfoorten met dit gedachtegoed? Op straat vrijwilligers vinden om een stemhokje mee in elkaar te zetten, blijkt al een hele klus. Wilt u ons helpen een stemhokje in elkaar te zetten? Nee, daar begin ik niet aan. Oh jee, is dat moeilijk? Of? Nou, ze zeggen van niet, maar als u ons wil helpen, komen we er waarschijnlijk zo uit. En dan ja, heel even. Meer. Ja? Ja? Ik dank u wel. Een trend in Nederland is dat er steeds meer lokale partijen in het bestuur van gemeentes komen. Landelijke partijen zijn op hun retour. Betty en Rita weten wel waarom dat is. Ze zijn bang dat Den Haag de lokale partijen iets gaat opleggen, waardoor de lokale belangen niet tot hun recht kunnen komen. En dat is bij jullie niet zo? Nee, want wij zijn alleen Amersfoort gericht. Na ruim een half uur knutselen is het stemhokje klaar. En is de Amersfoorter een beetje bereid op Betty en Rita te gaan stemmen? Oké, okay, Amersfoort anders. Lijst 9. Ik hou wel van anders. Jullie zijn geen familie van elkaar, denk ik? Nee. Nee, totaal niks. Nee. Totaal niet, nee. Een uurtje werven levert welgeteld 6 stemmen op voor Amersfoort anders. En ook deze hippe dame laat zich beslist geen andere partij op de mouw spelden. Nee, Amersfoort anders natuurlijk. Heel goed van jou. Het is natuurlijk wel goed even. Amersfoort anders. Moet het anders? Nee, ik vind het goed zo. Maar hoe weet de argeloze burger met deze olijke, eenijige tweeling of straks ook echt de juiste zus het woord neemt in de raad? En niet een keer stiekem wisselen? Nee, weet je, je hebt je kiezers, daar heb je het aan te danken. En aan die kiezers moet je niet belazeren.